De vuilophaaldienst van het ministerie van Openbare Werken, Transport en Communicatie heeft per 1 maart de routes voor vuilophaal gewijzigd. Dit betekent dat de aannemers die verantwoordelijk zijn voor de ophaal van vuil op andere trajecten zijn ingezet. De wijziging van de trajecten was noodzakelijk omdat er meer woningen zijn bijgekomen, zegt Claudia Maatsen, directeur van de vuilophaaldienst. Het gaat om 199 routes. Het gaat om 27 aannemers over alle 199 wijken. Doen ze hun werk wel goed, mevrouw Maatsen? De aannemers doen heel hard hun best onder deze omstandigheden waarin ze soms verkeren hun werk te doen. Okay. U praat over omstandigheden. Onder welke omstandigheden? Gaat het niet goed met hun? Het gaat goed. Het is soms zo dat ze iets langer moeten wachten over hun financiën. Maar het ministerie en het ministerie van Financiën doen hun best hun op tijd te betalen. En hoe groot is het budget dat speciaal wordt uitgetrokken voor vuilophaaldienst in Paramaribo en Wanica? Per jaar gaat het om een budget van om en bij 18 miljoen op jaarbasis. Maatsen benadrukt dat het ministerie haar uiterste best doet om haar werk goed te doen. Ze verwachten ook dat de burgerij verantwoordelijker omgaat met huisvuil. Ik moet zeggen dat de bewustwording bij de burgerij nog veel te wensen overlaat. Maar we moeten dat oppakken door meer voorlichting te geven. En dan hoop ik dat het wel zal lukken. Ik begrijp dat ook in Wanica er nieuwe trajecten zijn ingezet. Was dat deel van het plan? Dat was ook een deel van het plan. We hebben zoveel mogelijk alle gebieden meegenomen binnen ons ophaalsysteem. Het gaat om Wanica, totaal Wanica, dat niet was opgenomen. We zijn dan de dorpen Haarlem en Pikinpoika. We deden wel Santigrong aan. Maar bij het vorige traject, vorige aanbesteding, waren die twee dorpen niet meegenomen. Na een aantal bezoeken, veldbezoeken, hebben we gemerkt dat die twee dorpen niet waren meegenomen. Dus hebben we ze nu wel in kaart gebracht. Tot zover de directeur van de vuilophaaldienst, Claudia Maatsen. Zij sprak over de nieuwe routes van de vuilophaaldienst.